Nieuwbakken korpschef Brian Isaak zegt dat er harde besluiten genomen zullen worden om de politieorganisatie goed op rails te krijgen. De politietopper is vandaag op de politieacademie aangesteld als korpschef van de Korpspolitie Suriname. Isaak geeft aan dat de discipline binnen de organisatie hersteld moet worden. Hiervoor vraag ik de nodige ruimte van de centrale overheid en het bestuur om het beleid van het KPS met het managementteam uit te voeren. Tegelijkertijd verwacht ik standvastigheid en ondersteuning van leidinggevenden, als ook de Surinaamse Politiebond en de Bond van Burgerpersoneel, om het geheel tot een succes te maken. Wat is de focus de komende tijd? Natuurlijk zijn er verwachtingen, ook met inachtneming van de ontwikkelingen in de olie- en gassector. Een zero-tolerance benadering in de aanpak van de harde criminaliteit. Isaak zei verder dat er een intern beleid gevoerd zal worden gericht op correctie. President Chandrika Prasad Santokhi vindt dat de schepper de nieuwe korpschef heeft gekozen om het korps te leiden in deze tijd. En is op tijd gekomen en niet te vroeg. Geachte aanwezigen. Voorafgaand aan de benoeming van de korpschef is een traject uitgezet. Een traject om aan de hand van een goede selectie, goede beoordeling en goed besluit te komen tot de definitieve aanwijzing van de korpschef. Santokhi benadrukt dat de korpschef niet wordt benoemd door een politiek systeem. Het politiekorps krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een professionele organisatie.